Er zijn intussen al heel wat alternatieven te vinden voor de verkenner. Vaak kun je dan de inhoud van twee vensters naast elkaar bekijken. Dat kan bijvoorbeeld met File Voyager. Maar het gratis File Voyager kan nog veel meer op het gebied van verkennen. In twee auto's kijken we naar een aantal mogelijkheden. Je surft naar filevoyager.com. Hier klik je op Download en kies je een versie. Ik kies voor deze volledige versie. Het programma wordt geïnstalleerd. Eerst kies je een taal. Verder gebruik ik de standaardinstellingen. Als je het programma opent, zie je dat er naast de twee verkenvensters er ook een thumbflow-venster is. Je kunt hier een keuze maken door op een pictogram te klikken. Als je eronder op een map of schijf klikt, zie je bovenaan dat deze is geselecteerd. Via deze pijl kun je terugkeren naar het bureaublad. De thumbflow is een bepaalde weergave. Die kun je hier veranderen. Dat kan ook in het tweede venster. Als je een afbeelding selecteert of een video, zie je een preview in dit venster. Onderaan zie je een menu waar je snel een van de hoofdmappen in beeld kan brengen. Dit is de Center Toolbar. Hiermee kun je onder andere acties uitvoeren op een geselecteerd bestand. Je kunt bijvoorbeeld een item kopiëren. Je selecteert een bestand en aan de rechterkant de doelmap. Er wordt dan een venster geopend waarin je de details kunt aangeven. Ook als je een bestand versleept, wordt dit venster geopend. Op de Embedded Viewer komen we later terug. Je kunt de vensters verwisselen via deze knop. En dupliceren met de knop eronder. Ook kun je hier een nieuw item maken. Dit komt in de geselecteerde map terecht. Bovenaan kies je het type item. Daaronder vul je de naam in. En je kunt aangeven wat er daarna moet gebeuren. Je kunt het bijvoorbeeld openen met het gekoppelde programma, in dit geval Word. En het daarna direct bewerken. Via dit pijltje aan de linkerkant kun je de mappenstructuur in beeld brengen. En met het knopje aan de rechterkant de schijven. Tot zover deze eerste how-to over File Voyager. In de tweede kijken we naar nog een aantal mogelijkheden.